Hallo mensen van Dagelijkse D, mijn naam is Milan en jij kijkt naar een nieuwe video van Minecraft. Oftewel, een, hoe heet het ook alweer het spel? Oh my god, Milan, je weet... 10 kamers, trials, de robot. Oftewel, 10 kamers die je moet uitproberen en dit is dan versie 2, de robot. En er is nog een verhaal hiervoor geweest, maar dat verhaal is niet zo heel erg belangrijk op dit. En dat was van de Minecraft 1.4.4, zag ik. Ik zag deze map, zag ik Minecraft Forum, toen dacht ik, hey, laat ik dit gewoon even spelen. Agent James is degene die dit heeft gemaakt. Introductie settings, oké, introductie settings hoeft niet, heb ik al gecheckt. Story, oké, we gaan eerst even kijken, de introductie. Hallo, mijn naam is agent James. Je bent mijn testobject. Jij krijgt je vrijheid wanneer je wat oefeningen gaat doen. Holy shit. Als jij wat oefeningen gaat doen. De oefeningen zijn heel erg dodelijk, dus wees voorzichtig. Er zal altijd een robot zijn die jou in de gaten houdt. En die jou gaat wijzen naar waar je heen moet. Veel plezier. Of good luck, weet je, good luck. James. Oké, okay, voice acting robot, bla bla bla. Story, we gaan even kijken naar het verhaal. Sommigen vinden het interessant. Je bent Vincent, een normale jongen die woont in een groot huis. Zijn zus is 9 jaar weg, want die is verkracht door de bosjesmannen. Wat? Nee. Ze is nog steeds niet gevonden. Ja, dus verkracht door de robot. Oké. Totdat er iets heel erg speciaals of iets raars gebeurde. Vincent was boom aan het hakken en toen was hij ineens heel moe. Dus hij ging naar zijn bed en hij ging slapen. Nou, dat is wat we allemaal willen doen als we bomen gaan hakken in Minecraft. Toch? Nee. En toen werd hij wakker en werd hij hier wakker. Toen werd hij wakker en werd hij hier wakker. Nice. In een ding, zo'n dit waar ik nu ben. En hij dacht bij zichzelf, waar ben ik? Hoe kom ik hier? En toen keek hij rond zijn cel en toen dacht hij, hoe spel ik dit? Wat is dit? Hé, hey, je kan hier gewoon... Oh, nice, je kan hier nog weg. Wacht even, ik ga even de boeken terugleggen. Ik ga even het brood pakken, want ik heb honger. Misschien heb ik straks honger. En... ik weet hoe ik hierboven kan komen. Wat is dit? Dus het stond bij. Dus zijn zo'n Easter eggs. Maar... oh, wat de hel. Test subject 300, 400 cel. Oh. Dat was ook de bedoeling ook gewoon. Oh shit. Oh. Oké. Okay. Oké. Nice. Dat is goed. Nou, dan gaan we gewoon hierheen. En dan gaan we... kijken waar we dan heen moeten. 200, 300 cel. Oh, dit is donker. Hier kunnen we dus niet heen. Testobject. Het zijn allemaal testobjecten, man. Wij zijn dus zelf ook een testobject, oké. Okay. Tutorials en regels. Read the rules first to get the key. Eerst de regels lezen voordat je de sleutel krijgt. Dat is goed, gaan we dat doen. Tutorials. Elke kamer heeft een tutorial en hoe je het moet doen. Als je per ongeluk een redstone breekt, moet je even game mode 1 doen en dan moet je hem fixen. De redstone is vrij simpel, dus het zal niet echt moeilijk zijn om te begrijpen en het makkelijk te maken. Nou ja, dus game mode 1 als er iets kapot is. Nou, dat komt helemaal goed. Druk. Wanneer? Hoezo druk? Je mag niet spelen op peaceful, maar wees gerust. Mobspanning is uit. Nou, volgens mij heb ik hem gewoon op normal. Ja, ik heb hem op normal gedaan. Press. Oh, wat de hel? Wat gebeurt er? Wat doen we? Important rules. Breek geen blokken. Behalve als het gezegd wordt. Breek geen blokken. Nou, dat is allemaal vrij... oh, er is nog een pagina. Shit. Ja. Volg alles. Parcours. Jezus, man. Wat veel tekst. Oké, en een lever. Is goed. Handig. Is goed. Daar gaan we. Read the rules first to get the key. Oké. Bam. Open. Zal ik die lever weer meenemen? Kan ik dat meenemen? Mag ik dat meenemen? Ik weet niet. Maar ik neem het gewoon mee. Because I'm a boze. Oké, let's go. Testobject ben ik, hè? Oh, wat de hel gebeurt er? Ik let ook gewoon niet op, hè? Hello. Oh, dit is de robot. Hello. Welcome to the rooms trials 2. Even overnieuw. Hier komt de robotstem. Hallo. Welkom bij de 10 rooms trials 2. Je bent het laatste testobject in dit gebouw. Er zal 1 iemand zijn die jou in de gaten houdt. En dat ben ik. Trouwens, ik zag hoe je ontsnapte uit je cel. Oké, welcome to the main room. Dankjewel, meneer. Wat de hel, dit is de eind van de wereld. Kamer 1, kamer 3. Wat is dit? Spawn set here.
Oh, wauw. Eten. Span set hier. Doe je dat zo? Span set. Try. Wat? Keep your bow. Bewaar je boog. Je hebt het nodig. Je krijgt het in je kamer 9 en je hebt het nodig. Welke boog? Ik zie geen boog. Maar oké. Hoor je de zombie geluiden? Dat is allemaal goed. Vertrouw me. Als je het niet hoort, ben je al peaceful. Switch to normal now. Ja, ik ben op normal. Throw your rubbish into the void. Ik heb geen rubbish. Ik heb geen afval. Er staat gooi je afval naar beneden, maar ik heb geen afval. We gaan wel eerst naar kamer 1. Laten we dat doen. Laten we de volgorde erin houden. Even kijken wat hier in kamer 1 is. Open u. Dank u. Lever to open room 2. Ja, die heb ik. Super hard parcours. Staat er. Oh, crap. Nee, dit is volgens mij niet zo heel erg moeilijk. Maar zul je zien dat ik toch erin ga falen. Hè? Dat zul je altijd zien. Oh nee, het gaat goed. Pull the lever to... Oké. Okay. Dus deze hendel opende net die deur. Dan moet ik weer terug. Oké. Okay. Dat moet goed komen. Kijk. Hop. 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 Oeh, dat ging bijna mis. Nou is die open. Nice. Maar ik had nog een lever, dus die hou ik gewoon... ik ben een beetje aan het cheaten, heb ik het gevoel. Easy peasy, right? Oké. Okay. Volgende kamer. Huh? Volgende... Waar is de volgende kamer dan? Oké. Okay. Dan gaan we nu op zoek naar de volgende kamer. Let's go. Want dit is room 3. Dit is kamer 3 hier zo. Waar is kamer 2 dan? Is de kamer 2 daar? Wat is dit voor kamer? Kamer 4? Kamer 2. Ah. Kamer 5. En er waren ook ladders hier naar beneden. Wat is dit? Oh, hier heb je ook nog een verdieping. Jezus, man. Oké, okay, dat is best groot. Kamer 2. Oh, die deur is ook open. Nice. Wat staat er? Diggy diggy hole. En een pressure plate. Zal ik erop staan? Ik denk dat het een checkpoint is. Daar heb je de bot. En wat zegt de bot? Vind 3 levers begraven en plaats ze op de deur. Oké. Okay. Schep? Waar schep? Press voor schep. Oh, nice. Ik heb een schep. Oh, serieus? Dan moet je gaan zoeken hier zo door deze zand shit? Oh mijn god, wat is dat? Oh, nice. Ik heb al iets gevonden. Ik heb twee levers nu. Ik heb nu 2 hendels. Dus ik kan op zich al... Want er stond 2, toch? Stond er? Wat zei die robot? 3. Oh, 3. Shit. Oh, ik dacht 2. Ik hoop dat er dan op een gegeven moment alles valt. Maar dat ik zelf dan niet val. Dat is net ook. Ik deed eentje boven. En toen vond ik hem. Hij moet te vinden zijn. Ik hoef eigenlijk nog maar één te hebben. Is dat cheaten? Ja, dat is cheaten. Maar geef je daar een fuck om? Nou. Eigenlijk niet, want ik ben koning Molina natuurlijk. Hè? Dus ik mag dat gewoon maken. Ik mag dat gewoon. Vind ik van mezelf. En de maker van de map, je gaat me niet vertellen wat ik moet doen, ja? Ook al moet ik dat eigenlijk wel doen, anders zou ik deze map niet kunnen uitspelen, maar laten we dat even terzijde houden. Jezus man, ik ben een uur aan het zoeken naar dit diggy diggy hole. Misschien aan de zijkant ergens, nee. Hier, ging zo ineens het hele ding open, dus dat moet toch ergens... Hoe diep is dit eigenlijk? Oh, het is niet zo heel diep, gelukkig. Kom op, vind het. Ik zet mijn speurneus aan. Mijn speurneus staat nu aan. Oh, het regent. Oh. Oh, shit. Mijn shovel is kapot. Oh. Damn, dan moet ik even een nieuwe pakken. Dat was ook niet zo slim. Hoppakee. Ga ik het nog vinden? Of heeft hij het echt helemaal ergens onder random ingeplaatst? Hoe kan ik dit ooit gaan vinden? Ooit, ever. Je zou toch zeggen dat hij dat ergens dan in het midden neerzet. Die robot. Maar die robot zit me dus nu constant in de gaten te houden. Wat een curve. Een curve. Hij zit me de hele tijd in de gaten te houden.
Oh, onweer. Oh, crap. Oh, nee, ik ben bang. Diggy, diggy. Ik moet zingen als ik bang ben. Ik moet zingen. Diggy, diggy, hol, diggy, hol, diggy, hol. Diggy, diggy, hol, diggy, hol. Misschien is dit liedje beter. Jezus man, dat duurt eeuwen dit. Wat de fuck heeft hij dat bewaard? Hij heeft hij dat bewaard? Er moeten nog meer levers zijn. Mijn schep gaat hier bijna kapot. Dan kun je echt... Dit. Hier kun je uren... God. Hier kun je uren mee zoeken. Uren. Maar, ik geef niet op. Ik ben niet zo iemand die cheat. Wat? Oké, nee, ik moet het anders zeggen. excuses. Ik ben niet zo iemand die... opgeeft. Ja, dat is het. Kijk, cheaten? Oké, soms. Weet je, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens cheatcodes en weet ik het allemaal wel. Maar behalve dan dat nodes op Minecraft of zo, dat snap ik helemaal geen fuck waarom dat het zo leuk is. Ik bedoel gewoon puur het speelelement van cheaten. En ik weet ook niet of ik dit nou tactisch doe. Volgens mij totaal niet, maar oké. Het moet hier ergens te vinden zijn. Zit het hier misschien ergens onder? Ah, kijk. Oh shit, dit heb ik dus weg. Oh nice, ik heb nu 3 levers. Ik kan nu zeggen van... Oké, ik heb het gehaald. Laat maar, weet je. Dat kan. Zal die aan de andere kant ook zitten? Zal het? Ja? Nee? Ah, damn, dat is jammer. Oké. Helemaal niks? Nee. Oh, dit is nog moeilijker dan ik dacht, joh. Zoiets vinden. Dit is 1 chest, maar... That's it, gewoon ook. En het was wel vet hoe trouwens dat die hele chest werd ontmaskerd. Oh, ontmaskerd. Nou, weet je wat? Ik heb 3 levers, dus 3 hendels. En ik ben daar helemaal prima tevreden mee. Ik neem even die schep mee voor de zekerheid. Ik weet het nooit waar je hem voor nodig hebt. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Gewoon, als je 1 ding niet weet, dan is het nooit. Wat moet ik ook weer doen? Daarna? Wat zei die robot? Oh ja, dan moet ik hem... Oh shit, ik doe WD. Wat is dat? Begraaf en plaatsen voor de deuren. Oké, dan moeten we daarheen denk ik. Voor de deuren. Jam, brood. Oké, dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Oké, nou, de volgende kamer is open. Oh, de robotstem zegt weer. Dat was moeilijker, toch? Nou, het viel op zich wel mee. Moeilijker, ja, ook misschien een beetje. Het duurde langer. Het was niet moeilijker. Het duurde langer alleen. Dat was het. Kamer 3, kamer 2. Ben benieuwd wat ik daar vind. Een maze. Oh mijn god, dat betekent doolhof. Doolhof. Ik ga meteen linksaf gewoon en dan shit. Oh, ik ben doolhoven. Weet je, zo'n doolhof is wel leuk op de kermis. In het echt, weet je. Maar in Minecraft is dat echt een hel. Ken je trouwens die glazen doolhoven? Is dat trouwens meervoud van doolhof? Doolhoven? Of is het doolhoffen? Oh, Milan googelt. Ja, dat kan niet, want ik ben een Minecraft-spel aan het spelen. Oh, oké. Ken je die glazen? Ik noem het doolhoven, oké? Voor nu doolhoven. Anders zou ik niet weten hoe ik het anders moet omschrijven. Maar ken je die glazen doolhoven? Bij de kermis? Oh mijn god, ik ben helemaal de weg kwijt. Die zijn echt awesome. Ik zit daar altijd op. Zit er niet op. Ik ga er altijd in. En ik ben ook echt... Lost? Verloren? Ben je de weg kwijt? Ja, ik ben de weg kwijt. Die doolhoven, die zijn echt awesome. En dan ga ik altijd in. En dan gaan we iets met 4-5 vrienden. En dan heb je ook allemaal van die spiegels, weet je. En dan ga je dan daarin. En dan weet je helemaal de weg niet meer. Oh, yes, de uitgang. Oh, ik ben relieved. See if you can find your way back in the dark. Ik heb een night vision. Maar die ga ik nog niet gebruiken, denk ik. Oké, het is donker. Please, kom geen zombie tegen of zo. Oh shit, hier moet ik niet heen. Ik weet ook de weg niet meer terug, man.
Misschien moet ik even kijken. Dat is het noorden. Oké, ik ga kijken. Bij de F kan ik zien waar ik heen ga. Veel mensen wisten dat trouwens niet eens. Dat had ik door. Zoals David en Matthijs en allemaal andere mensen waarmee ik Minecraft speelde. Die wisten dat helemaal niet. Als je naar de F kijkt, daar links, zie je nou East, dat is oosten. En South, dat is het zuiden natuurlijk. En dan het westen, en dat is het westen. En dan het North, en dat is het noorden. En dat is waar je heen kijkt, verandert het. Zie je dat? Dat is best wel handig. Als je geen reisminimap hebt of iets in die richting. Vind ik persoonlijk heel handig. En ik maak er altijd gebruik van op MindZ. En dat soort maps. Ik weet niet of je het kent. Yes, uitgang. Oh yes, kamer 4. Ik wist niet of je dat wist, maar ik vind het een legendarische uitvinding. Zo legendarisch. Het is vast wel. Kamer nummer 4, daar moet ik heen. Kamer nummer 4, nice. Let's go, wat hebben we daar? De quiz. Een quiz, oké.